Suriname bestaat voor 93% uit bos, wat een enorme voorraad hout herbergt. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar betaalbare woningen. De eigenaar van Taco Oso, Corneli Oliveira, zag in deze twee feiten een kans om het aanbod aan houten woningen te vergroten en de eigen grondstoffen beter te benutten. De bouwtijd, vanaf het moment dat we de fundering zetten, totdat we u de sleutels geven, is maximaal 10 dagen. We weten dat de houtsector en ook de houtverwerkingssector klaagt, omdat er heel veel concurrentie tussen aanhalingstekens is geweest van, laten we zeggen, producten uit het buitenland. En die krijgen nu een push, want wij werken niet met geïmporteerde platen. We werken niet met MDF, we werken niet met spaanplaat, enzovoort, enzovoort. We willen hout hebben, real hout. De organisatie biedt 6 standaardmodellen prefab woningen aan. Elk ontwerp kan deels aangepast worden aan de wensen van de consument. 35 vierkante meter kunnen we al leveren, sleutelklaar, dus met bad, toilet, alles, zeg 90.000 SRD. En de grootste komt op ongeveer 136.000 SRD. Je hebt 3 verschillende opties voor je dak, voor je dakbedekking. Dat is Wallaba Shingles, is de duurste. Dan heb je trapeziumplaat en dan heb je golfplaat. Daar kan je uit kiezen en daar is al een prijsverschil als je voor een van ze kiest. Dan hebben we vloeropties. Je kan een Wallaba's grote, dus houten vloer nemen. Maar je kan ook een plaatfundering vloer nemen die je kan betegelen. Dan heb je opties met ramen en deuren. Je kan schuiframen nemen, die zijn geïmporteerd. Maar je kan ook, de ramen die je hier ziet, zijn jaloezieramen. Ook hout, in Suriname gefabriceerd. We hebben dan paneelramen en deuren. En schrote ramen en deuren. En daar zit een prijsverschil tussen. Maar tussen idee en oplevering van dit concept zaten ruim 5 jaren. De eerste 5 huizen werden gebouwd in het binnenland, waarna het project kwam stil te liggen. Als ondernemer kon ik daar niet mee leven. Dus heb ik besloten om ermee verder te gaan. 2 jaar geleden hebben we een plumber, een expert uit Nederland, hebben we laten komen. Die heeft ons ook wat tools gegeven en een technisch tekenaar. En dat was in 2016. In 2017 zijn we uit eigen middelen, mijn zoon en ik, want mijn zoon en ik doen dit samen. Iedere keer een beetje. We hebben hout besteld, mensen erbij. Het team bestond toen uit 5 mensen. Tekeningen gemaakt, weggekrast, dit weer uitgeprobeerd. Uitproberen kostte heel veel geld. En in oktober 2017 konden we dat huis launchen. Dus toen hebben we een uitprobeerhuis gezet. Dat staat er aan de Kennedyweg. En nadat we dat huis in elkaar hadden gezet, hebben we hem ondersteboven gekeerd. Onder het huis gegaan, kijken wat niet past, wat is fout enzovoort. Dan hebben we hem opnieuw getekend. Toen konden we voor derde bouwen. Het proces start bij de opkoop van rondhout en loopt tot de oplevering van het huis. Volgens de onderneemster zorgt dat voor een enorme spin-off. We hebben dan de toeleveranciers erbij gehaald. We hadden mensen nodig die ramen en deuren voor ons konden maken volgens standaard maten. We hebben mensen die dus het hout vreest in voeg- en messingplanken. Dus gaat vrezen, zodat ze in elkaar gaan klippen. We hebben mensen nodig die een Wallaba shingle dak kunnen maken. We hebben mensen nodig die dakspanten kunnen maken. In ieder geval is het werk uitgezet naar 3 tot 4 toeleveringsbedrijven. Binnen maximaal 10 dagen kan elk standaardontwerp opgeleverd worden, allemaal van Wallaba hout. Taco Oso spoort potentiële cliënten aan om de pakketten op projectbasis aan te kopen, omdat dit de prijs drukt en tegelijkertijd voor meer werkgelegenheid zorgt.